Mevrouw de burgemeester, tja, 440 banen verdwijnen hier tot 2016. En vooral, ja, het is de afdeling development die eigenlijk hier helemaal gaat verdwijnen. Ja, wat is uw reactie op dit nieuws? Ja, ontzettend jammer. Ontzettend jammer. Ik ben echt teleurgesteld. Want ja, de researchafdeling was al weg. De developmentafdeling, ja, dat was nog best wel een belangrijke. Voor de ontwikkeling van medicijnen, als dat weggaat, wat blijft hier dan nog over? Ja, er zijn gelukkig afgelopen jaar is er enorm veel geïnvesteerd om nieuwe dingen te doen. We staan hier ook bij het Pivot Park. En daar is zijn echt mooie dingen die daar nu gebeuren op het gebied van research. Maar ja, er wordt gewoon voor heel veel mensen wordt vandaag duidelijk dat een baan ophoudt te bestaan. Ja. En een baan, dat is toch waar je overdag werkt, waar je je energie in kwijt kan, waar je passie in kwijt kan, je kennis in kwijt kan. En mensen hebben zo ontzettend hard gewerkt om te zorgen dat het hier in Oss kon blijven bestaan. En er gebeurt natuurlijk heel veel op de wereld. Ja, en development is een hele moeilijke. En het is dus niet gelukt. En mensen hebben zo ontzettend hard gewerkt. Dus ja, naar. Wat betekent dit nou voor Oss? Ja, toch wel een tik. En wat ik al zei, er gebeuren zoveel mooie dingen en dan is dit gewoon toch wel een gevoelige tik. Ja. Want dat Pivot Park, dat Life Sciences Park, zijn allemaal kleine bedrijfjes die bezig zijn met research en development als zeg maar afgeleide. Maar de grote baas hier, MSD, ja, dat wordt dan minder en minder en minder. Ja, dat wordt over de hele wereld minder. En we hebben hier een vestiging en we hebben hier natuurlijk het is natuurlijk toch een Nederlandse stam, hè? Het is uit het oude Organon. En dat maakt, het is niet een internationaal bedrijf wat hier is neergesteken. Het is overgenomen door een internationaal bedrijf en dan is het heel hard dat dit gebeurt. Opgeteld meer dan 2200 banen in 2,5 jaar, 3 jaar tijd. Ja. Boom. Ja. Kan Oss dit aan? Ja, ik heb een nieuwjaarstoespraak gehouden. Ik ben sinds een jaar of twee burgemeester, heb ik leren kennen als een ontzettend veerkrachtige stad. Ik bedoel, iedereen heeft hier gezeten. De staatse troepen, de Fransen, de Spanjaarden, de Engelsen, de Duitsers. En er zit zo'n enorme kracht in deze maatschappij. Maar ja, men heeft wel vaker tikken gehad en komt er altijd weer bovenop. Maar ja, op een moment als dit is het ook wel heel goed om stil te staan bij het feit dat het voor heel veel mensen zo droevig is. Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk om daar gewoon ook echt even mee stil te staan. En je te realiseren wat het betekent als je vanavond thuis komt en je weet dat je je baan gaat verliezen. En dan kan er ongetwijfeld, ik heb enorm vertrouwen in de toekomst en in de mensen. Ik denk dat ze heel veel dingen kunnen, dat ze weerbaar zijn, dat ze aan de slag kunnen. Maar vandaag is het gewoon, ja, je weet dat dit ophoudt. Maar niet de beste tijd om ontslagen te worden? Het zijn specifieke mensen, specifieke kennis. Ze hebben een enorme ondernemingszin. Anders hadden ze de afgelopen 3 jaar ook niet gered met het plan wat ze hebben neergelegd bij MSD. Want het is echt tegen alle golven over de wereld in. Hè, is het ze gelukt om die slag te maken? Dus ja, dat research of dat development hier zou blijven. Ja. Ja. Dus dat betekent wat een enorme kracht in die mensen zit. Ja.